Zo, als het goed is, zijn we nu live. Dit is de Late Night Talk. We praten vandaag over Black Lives Matter. Het is een kwestie die afgelopen dagen, zeg maar, de topic of the week of topic of the year zou ik kunnen zeggen. En daarom vond ik het interessant en ook goed, zeg maar, dat we dit gesprek kunnen voeren, zeg maar, met elkaar. Ik heb vandaag als gasten Bart Reinders. Ik heb Mitchell, ik spel je achternaam altijd te verkeerd uit, maar hopelijk Probeer lukt het. het. Busby? Ja, perfect. Oké, en Dancy, Brainius met ons. Laten we beginnen met sowieso dat jullie jezelf introduceren. Wie ben jij en vertel iets over jezelf. Zal ik beginnen? Ladies Doe first, maar, doe right? maar. Oké. Indeed, indeed. Zeker Nou, weten. ik ben Dancy. Ik ben 33 jaar. Ik ben getrouwd, ik heb twee kinderen, een dochter van 14 en een zoon van 13. In het dagelijks leven ben ik secretaresse bij een universiteit. En ja, dat was het eigenlijk wel een beetje over mij. En jij, Bart. Bart? Ja, ik ben dus Bart Reinders. Ik ben nog maar 2 maanden 32. En ja, ik werk in de facilitaire dienst als coördinator bij een organisatie in het centrum van Den Haag. En ja, that's it, denk ik, maar even voor nu. Ja. I guess dat ik de jonge mensen moet representeren. Yes, come on! De 20s. Yes, ik ben, ja, sowieso. Ik ben Mitchell Busby. Ik ben 23 jaar oud. Ik ben getrouwd met de most amazing person ever in the whole world, Marvelleen. En ik ben student. Ik zit in het derde jaar van de leraaropleiding geschiedenis. Volgend jaar mijn laatste jaartje. Ik woon in Tilburg, CLC Tilburg represent, je weet zelf. En ja, voor de rest, dat was het denk ik wel. Cool. Hey, laten we beginnen bij jou, Mitchell. Want we hebben het zeg maar hier over Black Lives Matter. En jij bent leraar geschiedenis of volgend jaar in ieder geval afgestudeerd. Ja. Maar vertel even een beetje over de background story, zeg maar, de geschiedenis achter Black Lives Matter. Maar dan ook zeg maar de geschiedenis qua Nederland, zeg maar, met dit community. Kan je wat daarover wat vertellen? Ja, ik denk dat Black Lives Matter, nou dat voert eigenlijk, of dat gaat al voort op een hele lange legacy eigenlijk van ja, activisme tegen racisme in Amerika. Black Lives Matter is eigenlijk een nieuwe vorm van, waar je bijvoorbeeld in de jaren 60, jaren 50 de Civil Rights Movement had, in de jaren 70 Black Power Movement had, had je vanaf 2014 ongeveer kwam de Black Lives Matter, ja, het is niet echt een organisatie, het is meer eigenlijk gewoon een movement, een soort ja, samenhang van verschillende organisaties. Van activisten en die begonnen zich vooral online heel erg te manifesteren. En die hebben ook gewoon via de cultuur, via personen zoals Kendrick Lamar, zoals personen zoals J. Cole of Beyoncé, heel veel bekendheid gekregen. Het is begonnen in 2014. Welke persoon nu vermoord was, kan ik nu even niet meer herinneren. Het was in ieder geval in Ferguson. Maar in ieder geval een van de onschuldige, Trayvon Martin was het als het goed is, in Ferguson. Die werd een onschuldige jongen, die werd vermoord door een politieagent. En vanaf eigenlijk dat punt kwam er heel veel protest tegen politiegeweld. Buitensporig politiegeweld tegen Afro-Amerikanen. Niet alleen Afro-Amerikanen, maar de data zegt wel dat het echt zeer excessief is tegenover Afro-Amerikanen. Dus heel erg ja, dat het aantal doden door de handen van politiemannen in Amerika heel hoog is als het gaat om de Afro-Amerikaanse community. Dus dat is voor Amerika. In Nederland is het ook, is er altijd ook wel enig
protest geweest tegen racisme, ook in Nederland. Dat kwam bijvoorbeeld in de jaren 30 had je al anti-koloniale en anti-racistische denkers in Suriname bijvoorbeeld. Anton de Kom, ik weet niet of je daar een keer van hebt gehoord. Een hele belangrijke man in de decolonisatiestrijd, toen Suriname nog een kolonie was. Nou, op Curaçao kennen we helden zoals Tula, maar kennen we natuurlijk ook Trinta di Mai, wat ook eigenlijk een opstand was tegen racisme. En in Nederland kennen we nu tegenwoordig de anti-Zwarte Piet-beweging, die ook het debat over racisme ook heel erg heeft opgewekt. Oké, kan je wat vertellen over de relatie van Nederland en slavernij? Heel beperkt, zeg maar, dat stukje geschiedenis? Nederland had de WEC, had de VOC en de WEC. Dat waren eigenlijk soort van bedrijven die van de Nederlandse overheid in de 17e eeuw privileges hadden gekregen, het recht om als een soort leger te opereren. Dus zij mochten vechten tegen andere landen en zij mochten ook landen veroveren. En dat deden zij dus ook. Dus zij hebben de Antillen hebben ze veroverd. Ze hebben het gebied wat nu Suriname heet veroverd. En daar hebben zij plantages geopend. En daar hebben ze mensen als slaven gebruikt. Die vanuit de westkust van Afrika kwamen. Die hebben ze gebracht naar het Caribisch gebied. Honderdduizenden. Dus ja, het aantal... Het is best wel schrikbarend eigenlijk. En het aandeel wat Nederland had in de slavernij was ook best wel groot als je het op globaal niveau kijkt. En ook het aandeel wat slavernij in de Nederlandse economie had in de Gouden Eeuw, wat ze Gouden Eeuw noemen, was ook best wel belangrijk. Het was echt, nu wordt er geschat dat het ongeveer 3% van de economie was van Nederland in die tijd. En dat is evenveel als wat de Rotterdamse haven nu is bijvoorbeeld. Dus slavernij was echt essentieel voor de Nederlandse economie. Zonder slavernij bestond er geen Gouden Eeuw. Dat kan ik wel vaststellen. Ik zeg grappig genoeg, maar niet grappig genoeg. Maar ik heb het zeg maar niet echt meegekregen op school. Zeg maar, ik ben zelf op Bonaire opgegroeid. Heb jij daar iets van meegekregen? Of Bart, jij misschien? Nee, ik weet nog dat ik vorig jaar volgens mij voor het eerst inderdaad een soort van protest ook hoorde van ja, de Gouden Eeuw was helemaal geen Gouden Eeuw. En ik was zo van, hoezo niet? Ik heb wel over de Gouden Eeuw geleerd en de VOC en de koloniën. Maar dat waren eigenlijk alleen maar, Nederland zus, Nederland zo. Het waren de positieve feiten vanuit Nederland gezien. Nooit de negatieve kant. Ik denk dat het woord slavernij misschien wel gevallen is, maar het is verder nooit gezegd van ja, dat kan nu eigenlijk niet meer en dat was verkeerd. Of die kant is het nooit opgegaan, het onderwijs. Ja. En in die zin ben ik daarin ook helemaal, in die zin verkeerd over ingelicht op school. Ja, zo kun je het wel stellen, denk ik. Misschien vragen mensen zich af, we hebben het hier over Black Lives Matter. Wat doet Bart tussen ons? Kan je wat vertellen over jouw journey, zeg maar, hierover? Over dit specifieke onderwerp, ja. Ja, ja. Dat kan. Ik heb altijd, sinds Black Lives Matter, ben ik daar denk ik een beetje in begon ik erover na te denken. En ik ben nooit voor racisme geweest, maar ik heb het ook nooit tegen uitgesproken, heel duidelijk, zeg maar. Het was van, dat is niet goed, punt, of zo. Ja, nee, dat had niet moeten gebeuren, mag niet gebeuren. Maar ik heb me nooit erin verdiept. En het had issue natuurlijk, sensitive issue, subject in Nederland over Zwarte Piet. Ik dacht van, prima als mensen dat dan niet oké vinden. Dan doen we het niet, vind ik ook goed. Maar ik was nooit zo bewust van het effect daarvan, zeg maar. Waar kwam dat vandaan? Sorry? Waar kwam dat vandaan, zeg maar, dat je daar niet... niet in verdiept en niet met anderen over gepraat, persoonlijk, zeg maar. En ik denk eigenlijk ook wel gewoon van, ik heb Sinterklaas altijd gevierd met Zwarte Piet. Ik heb
het is nooit mijn bedoeling geweest om anderen daarmee te kwetsen. Dus waarom zou het dan niet voor mij kunnen blijven bestaan? Terwijl dat, ja, nu zeg ik het eigenlijk met verbazing dat ik dat dus blijkbaar dacht. Hmm. Misschien niet eens heel bewust, maar dat onbewust zo zeker wel. En eigenlijk is een hele grote verandering gekomen in de laatste week. Ik denk dat ik de grootste verandering begon met het kijken van een gesprek van tussen Christine Kane en Dr. Anita Phillips. Misschien wel van gehoord. Jullie hebben dat ook allemaal gezien, weet ik zeker. Ja. Waarin ze heel goed en duidelijk uitlegden van het systematische, maar ook gewoon van het ontstaan van twee verschillende bevolkingsgroepen. Europa en Afrika. Amerika en Afrika. En gewoon andere cultuur, andere denkbeelden, beleving bij dingen. De een hecht heel veel waarde aan relaties, familie. De ander is meer van het goed-fout, meer Grieks denken. Ja, en dat komt dan bij elkaar. Ja, en dat als je daar niet op een hele negatieve manier via slavernij komt dat bij elkaar gedwongen. Ja, en dat is, ja, dat blijft in je generatie zitten, in je denken, in je DNA, zeg maar. Zonder dat je het doorhebt, onbewust. Ja. En dat dacht ik van, hè, wacht, ik ben ook gewoon onbewust heel erg gewoon bezig soms met racistisch of ja, verkeerde denkbeelden, laat ik het zo zeggen. Ja. Cool. Niet bewust, maar het is er wel. En dat is nog steeds niet goed, ook al is het onbewust. En ik dacht, ja, oké, ik wil hier meer over weten. En verschillende gesprekken en video's. Er is heel veel te vinden nu natuurlijk, van alles en nog wat. Mm. Het lijstje wordt steeds langer, maar het is goed om te kijken. Ja, ja. Even voor de mensen die meekijken. Jullie mogen ook in de chat vragen stellen. Als je dat wilt, dan proberen we dat mee te nemen in het gesprek. Dancy, jij bent... degene, een van de vrienden van ons, zeg maar, die wel eens wel alle video's op YouTube en Instagram, volgens mij heb jij niet gekeken? Dat is ik heb nog meer... genoeg niet gekeken. De vraag. Ik heb nog niet uitgeleerd. Ja. Maar vertel jouw kant van jouw verhaal, zeg maar, hier in de Black Lives Matter season these days. En ja, je bent daarvoor ook al heel actief geweest, zeg maar, uitgesproken over bepaalde onderwerpen rondom racisme. Maar hoe is het voor jou afgelopen dagen? De afgelopen dagen zijn ups en downs, heel emotioneel, van heel boos en hoopvol. Het gaat eigenlijk alle kanten bij mij op. En vooral omdat ik iemand ben die een denker en een doener is. Dus ik ben heel erg aan het nadenken, maar ik wil ook gelijk actie. Dus ik ben heel erg in mijn hoofd bezig met van, oké, dit speelt nu allemaal. Hoe moet ik dit beetje brengen voor mijn kinderen? Wat kunnen wij zelf doen als gezin? Weet je wel, want ik geloof wel dat verandering begint altijd eerst bij jezelf. Weet je wel, je kan een hoop gaan vertellen en doen, maar het begint altijd eerst bij jezelf. Mm-hmm. En kijk, we hebben het nu natuurlijk over de slavernij gehad en dat soort zaken, maar soms vergeten wij als Black community dat binnen onze community ook gewoon racisme is. Yeah. En dat soms nog veel erger eigenlijk is. Dus dat zijn ook dingen waarvan je denkt van, oké, wat zijn dan dingen die ik moet veranderen in mijn denken, die ik misschien heb meegekregen vanuit huis. Zonder dat ik mij daar bewust van was. Weet je wel, wat breng ik mijn kinderen eigenlijk bij? Heb ik hun de juiste dingen meegebracht met betrekking tot hun beeld, hun denkbeeld over witte mensen? Nu scheelt het dat ik getrouwd ben met een witte man. Dus dat helpt wel voor hun van, oké, dat kan dus gewoon samen. Daarbij, ik voed natuurlijk twee kinderen op. En nou ja, bij mijn zoontje merk ik daar wel, loop je best wel tegen dingen aan, gewoon in de maatschappij. En ik weet dat mensen dat niet bewust doen, maar ik denk dat het nu wel tijd wordt dat we ons daar bewust van maken. Dat wij gewoon onbewust, soms wel bewust, kinderen met een huidskleur achterstellen. Ja. Door bepaalde opmerkingen te maken, door ze op een bepaalde manier te behandelen. En als moeder is dat best wel confronterend, omdat je denkt, hey, luister, zo ga je niet met mijn kind om, weet je wel. Er zit veel meer in dan dat jij nu over hem uitspreekt.
Dus voor mij deze journey komt natuurlijk dichter bij huis ook, omdat het niet alleen voor mijzelf is, maar ook voor mijn kinderen. Ja. En ja, dat je daarin dan wel merkt ook van, nou, je gaat ook naar een bepaalde naar een kerk die over het algemeen ook best wit is. En ik weet dat er een tijdje eigenlijk was dat ik wel merkte van, oké, mijn zoon krijgt alleen maar eigenlijk blanke voorbeelden, maar hij kan zich daar helemaal aan, dat is geen voorbeeld eigenlijk van hem, want hij ziet er niet zo uit. Nou. Dus toen ging ik op een gegeven moment wel gewoon van die black preachers voor hem opschrijven. Ik zeg, want soms kon hij dan niet slapen of wat dan ook. En dan zei ik van, hey, kijk een keer naar een Robert McDool, kijk naar een Mike Dutt, weet je wel, naar een John Gray, yes. En naar een T.D. Jakes. Omdat ik wil dat hij ziet dat ook hij dat zou kunnen doen. En we zien heel veel problemen in de maatschappij. En daar moest ik vandaag eventjes aan denken. Mm-hmm. Ook met betrekking tot gewoon de black community en donkere jongens en alle gekkigheid die ze uithalen. Maar als je eigenlijk kijkt naar de role models die zij hebben, vaak zijn hun vaders niet in beeld. Maar zijn het wel rappers, de nummers waar ze naar luisteren, die de gekke dingen eigenlijk zingen en doen. Waardoor ze eigenlijk allemaal rapper willen worden. Waardoor ze allemaal bang bang en ik weet niet wat voor nonsens er allemaal nog meer voorbij komt. Maar dat is wel dat ze denken van, hé, maar ik lijk op jou. Dus ik zou ook die kant zeg maar op moeten. Of denken van, nou ja, dan moet ik de muziek in of ik moet sport in. Maar je ziet eigenlijk weinig voorbeelden van hun die ook voorbeeldfuncties zeg maar hebben. Dus ja, dat is het eigenlijk is een beetje mijn journey. Ja. Ja, even een vraag voor jou, Dancy. Kijk, ja, ik ken jou en ik ken jouw verhaal een beetje, zeg maar. Dus jij hebt van je vader, zeg maar, je vader is ook donker, zoals jij, zeg maar. Hij heeft te maken gehad met racisme. Jij hebt te maken met racisme. En nu zie je dat bij je kind, zeg maar. Hoe ging jouw vader daarmee om? Om jou daarin te beschermen of jou te voorbereiden, zeg maar, in de wereld waarin je... you're stepping in. Nou, en hoe doe je dat nu voor je zoon? Nou, je weet je wat het is? Ik ben opgegroeid zonder vader. Dus ik kreeg pas eigenlijk echt een band met mijn vader in mijn tienerjaar. En dat is zijn mijn late 10 jaar geweest. 17, 18 jaar. Mm-hmm. Dus al die tijd heeft mijn vader mij niks bij kunnen brengen. En dus ook niet voor kunnen bereiden op in wat voor maatschappij ik terecht zou kunnen komen. Dus in die zin heeft hij mij daar niet op voorbereid. Nu hebben wij daar gesprekken over. En bij mijn kinderen, hoe ik ze daarop voorbereid, is ja, gewoon om eerlijk te zijn. Maar wel te weten dat jij ertoe doet. En dat jij niet beter bent dan een ander, maar ook niet minder bent dan een ander. En dat je mensen niet beoordelen op hun kleur, maar op hun karakter. Mm. Het maakt niet uit wat voor kleur iemand heeft. Weet je wel, als het karakter gewoon wack is, is het wack. En blijf bij die persoon uit de buurt. Maar ga niet op basis van dat die persoon al, ik zeg maar wat wit is, dat je al denkt, nee, bij jou blijf ik uit de buurt. Ik zeg, zo gaan we hier uitdenken. En ik zeg ook tegen, ook binnen onze eigen gemeenschap is er gewoon racisme. En ik wil niet dat jullie daaraan meedoen. Dus niet omdat iemand donkerder dan jou is, is dat niet iemand om mee om te gaan. Of ga je op een bepaalde manier, zeg maar, denken. Maar dat heb ik al gedaan bij hun van kleins af aan. Waardoor hun vriendenkring is best gemixt. Ze gaan niet alleen maar met bepaalde soort mensen om. Dus, Ik vind het echt heel sterk dat je dat zo leert aan je kinderen. Terwijl er inderdaad in je generatie gewoon genoeg pijn en onrechtvaardigheid is. Ja, maar weet je wat het is, Bart? Dat is natuurlijk geweest en we moeten daarvan leren. Maar tegelijkertijd moeten we ook kijken naar de toekomst. En ik wil een betere toekomst voor mijn kinderen. Dus ik kan het wel. Ik geef hun de geschiedenis mee. En waar bepaalde denkpatronen van mensen vandaan komen. Ja. En ik vind ook dit gesprek even tussendoor. Dit is niet iets om jullie ervan overtuigen dat je. Misschien voelde je er helemaal niet comfortable bij. Dit is gewoon meer een gesprek om je te inspireren en ook je een ander perspectief te geven en niet jou te overtuigen, want wij kunnen jou niet overtuigen, alleen God kan dat doen. Maar dit is onze journey en we delen dat graag met jullie. En ik wil voor mijn kinderen dat ze straks een betere toekomst hebben. Dus ik kan op in mijn pijn blijven zitten en dat elke keer maar naar voren halen en heel negatief over mensen gaan praten. Of ik kan ervoor kiezen van oké, dit is wel gebeurd, maar wij maken nu andere keuzes. Wij kiezen ervoor om... En dat vind ik zo sterk, want dat gewoon juist
nu het keerpunt laten zijn voor de toekomst. Omdat, en ik quote ook weer iemand, dat het de in de auto is, de voorruit is groter dan de achteruitkijkspiegel. Dus zonder visie geen toekomst, zeg maar. Zonder zicht op de toekomst. Nee, precies. Geen hoop ook. Ja, zeker. Ja, dat komt ook nog bij... ga door. Edison? Nee, het was eigenlijk meer een vraag naar jou, zeg maar, met jouw ouders. Maar reageer eerst even, dan gaan we naar die vraag. Oh ja, nou ja, ik wilde even inhaken op dat waar Dancy het over had. Inderdaad, de blik op de toekomst. Want dingen zoals dit, iets als slavernij, is ook gewoon een trauma dat door wordt gegeven op generaties. Net als dat bijvoorbeeld de Holocaust of andere rampen iets is waar je op generatie, derde generatie daarna nog wat van merkt. En dat je moet er gewoon mee om kunnen gaan om uiteindelijk het een plek te kunnen geven en in de toekomst weer verder te kunnen gaan. Plus, jij leert je kinderen om de wereld uiteindelijk beter te maken. Dat hoewel jij misschien wel het trauma hebt geërfd wat jouw oma en haar oma had, dat bij jouw generatie of bij de volgende generatie stopt dat gewoon. Ja, de volgende generatie gaat niet meer degene zijn die pijn voelt van vroeger, van honderden jaren geleden en ook nog van nu. Want het is ook nog steeds de realiteit. Vanaf de volgende generatie, de kinderen van ons gaan de wereld veranderen en gaan ervoor zorgen dat ras er gewoon niet toe doet. Kleur bestaat, kleur is mooi, maar het is niet een reden waarom iemand een achterstand moet hebben. Absoluut niet. Dus daarom, ik vind dat super mooi dat jij dat nu al aan je kind meegeeft. Ja, thanks. Cool. Yes. Hey Mitch, voor jou qua opvoeding van jouw ouders, hoe werd daarover gesproken? Was het bespreekbaar? Racisme, je ras en je achtergrond. Zijn je beide ouders vanuit Curaçao of vertel daar iets over en hoe zijn zij daarmee omgegaan? Ja, ik heb twee echt geweldige ouders. Mijn moeder komt uit Groningen. En mijn vader komt uit Willemstad. Dus ik heb mix, dubbel bloed. Half bloed vind ik niet fijn om te zeggen. Ik ben dubbel. Ik heb het allebei. Het is zeker bespreekbaar geweest. Want ik ben niet opgegroeid in Tilburg. Dus ik ben niet opgegroeid in een grote stad. Ik ben geboren in Almere. Maar op mijn 8e verhuisde ik naar een kleine stad, Nijkerk, dichtbij Amersfoort. En wat het vreemde daar is omdat ik eigenlijk de enige met een bruine kleur was daar, werd ik eigenlijk bijna gezien als een hele donkere persoon, zeg maar. Dus dat heb je vaker in dorpjes. Het wordt heel bijzonder gezien als er iemand ook maar een kleine tint anders heeft. Dus het verschil was al heel snel merkbaar en dat werd vooral heel vaak negatief geuit. Dus ik heb al echt gewoon gelijk op mijn 9e en op mijn 10e op het voetbalveld, maar ook gewoon random opeens op straat gewoon KUT-aap of neger of ga terug naar je eigen land gehoord. En ik vond het heel moeilijk om daarmee om te gaan, want ik had toen nog niet echt een idee van wat mijn identiteit was. Want ik voelde mij niet hoe zij mij noemden. Ik voelde me niet per se Curaçao's, maar ook niet helemaal welkom in Nederland. Mm-hmm. En dat is, ik denk dat heel veel mensen met een gemixte achtergrond daar doorheen moeten gaan. Dat ze, en niet eens per se mix, ik denk ook gewoon wanneer je bijvoorbeeld een kinderen bent van een immigrant, dat je niet helemaal welkom voelt in Nederland, ook al ben je er geboren. Ja. En dat heeft vaak ook te maken met hoe Nederlanders jouw identiteit benadrukken. Zij bepalen een soort van jouw identiteit. Mm-hmm. Dus ik heb daar echt zelf een hele zoektocht. Ik wel echt op mijn eigen initiatief ben ik een zoektocht aangegaan. Maar ik heb daar heel veel hulp gekregen van mijn vader sowieso. Mm-hmm. Maar ik denk ook in hoe mijn moeder zoveel geeft om gewoon de wereld en ook zich heel erg inzet, bijvoorbeeld voor vluchtelingen en gewoon voor überhaupt gewoon mensen die niet op haar lijken,
Dat is gewoon een hele grote inspiratie geweest. Dat ik nooit ben gaan denken van alle Nederlandse mensen zijn zo. Mm-hmm. Want ik wist gewoon dat bij mij thuis was er altijd gewoon een moeder die om mij geeft, om mij gaf. Ook al begreep ze niet altijd waar ik doorheen ging. En mm-hmm. mijn vader liet mij muziek horen van Bob Marley. En vertelde ook over wat hij mee heeft gemaakt op Curaçao. En gewoon die inspiratie. En daardoor... Dat heeft gewoon mijn eigen zoektocht naar mijn identiteit gewoon heel erg geholpen. En nu weet ik gewoon wie ik ben en ben ik daar gewoon super trots op. Mm. Ja. Mag je wat vragen? Tuurlijk. Want je ouders zijn natuurlijk gewoon twee mensen van verschillende culturen. Ja. Zij zijn natuurlijk een stukje ouder. Hoe gingen mensen in die tijd daarmee om en hun families? Keken hun families raar of accepteerden ze dat gewoon? Of... hoe was dat? Goeie vraag. Ik weet wel, want ook mijn moeder kwam niet uit een grote stad. Kwam echt uit een dorpje naast Groningen. En dus daar was het ook wel moeilijk voor mijn vader in de eerste periode zeker. Mijn opa en oma zijn allebei best wel vroeg overleden. Dus ik heb met hen heb ik eigenlijk nooit een gesprek over gehad. Van hey, hoe vonden jullie het eigenlijk om een donkere schoonzoon te hebben? Maar ik weet wel dat het wel eventjes kost om echt geaccepteerd te worden voor mijn vader. Maar mijn vader is wel echt iemand die zich er helemaal niks van aantrekt. En nee, precies. Dat vind ik gewoon heel mooi. Mijn vader werkt al 30 jaar lang in de Nederlandse regering. Bijna altijd 99% witte kantoren. Maar hij doet gewoon wat hij doet. En hij is een leider in alles wat hij doet. Dus... daar is hij ook gewoon een inspiratie voor. Want ik vind het soms moeilijk als dat sommige mensen denken van ja, je kan niet dit gaan doen. Want dat is white people dingen. Zeg maar, geschiedenisleraar, ja, dat is misschien niet iets wat de meeste gekleurde mensen doen. Maar als er moet ooit een eerste zijn. Klopt. Er moeten eerst mensen zijn die het gaan doen, zodat ze het kunnen veranderen. Come on. Ja, zeker. Ja, nice. Hey Bart, want we hebben net, Nancy heeft het ook genoemd, zeg maar, soms lijkt het alsof het klinkt dat alleen donkere mensen gediscrimineerd worden, dat er racisme is vanuit wit naar zwart, maar het gebeurt ook zwart naar zwart, maar ook zwart naar wit. Heb jij daar ooit iets van gemerkt, ervaren of meegemaakt of gezien rondom jou in jouw omgeving? Nou, nee. Nee. Nou, gelukkig niet, nee. En ik denk ook dat veel minder gebeurt, omdat zwarte mensen, donkere mensen, zelf die ervaringen wel hebben. En dat daarom veel meer bewust zijn van de pijn daarvan. Mm. En omdat, nou ja... Ik heb altijd een beetje moeite met jullie en wij, maar dat is in deze situatie, maakt dat misschien wel duidelijker. Maar dat wij als witte Nederlanders daarin dus daarom niet van bewust van zijn. Dat wij zijn altijd de overheersende macht geweest. Wij lieten andere mensen naar ons luisteren. Wij dwongen mensen om... wij dachten dat wij superieur waren, wat natuurlijk helemaal geen enkele goede reden voor was. Maar wel in het nog in de generatielijn zit, denk ik. Ja. In de cultuur ergens. Ja. Ja. Mag ik daar wat over vragen? Want je geeft dat aan, hè? Maar is dat iets wat je nu soms nog steeds merkt? Om bij mezelf bedoel je? In wij en zij, praat nou misschien bij jezelf, maar misschien mensen om je heen. Dat zij het idee, niet dat ze daar bewust van zijn, maar je merkt het misschien in hun doen en laten. Dat ze zich dan toch wat superieur opstellen tegenover buitenlanders, om het maar even zo te zeggen. Ja. Ja. Op een in werk of collega's of verschillende plekken, ook buiten werk. Eigenlijk op elke plek wel. Merk je wel dat er altijd wel iemand is die... Of door een grapje, of nou ja, het is geen grapje, maar hij of zij denkt dat het een grapje is. Of door gewoon wat opmerkingen dat je denkt van, really? Waarom? En
op die momenten was ik zelf ook nooit uitgesproken antiracist. Dus ik ben er eigenlijk ook nooit keihard op ingegaan om terecht te wijzen. Nee. Maar ik ga er wel vanuit dat ik dat vanaf nu wel doe. Of ga er vanuit, daar ga ik wel mijn best voor doen om dat wel te doen. Dat het eigenlijk gewoon, het is klaar, heb ik besloten. En vanaf nu mag je me antiracist noemen. Ja. Ik ga een shirt voor je kopen. Wat zei je? Ik ga een shirt voor je kopen met antiracisten. Yes. Nee, maar is dit dan een van de uitingen, zeg maar, of een van de resultaten, zeg maar, van afgelopen tijd voor jou, zeg maar, dat je dan bijvoorbeeld de keuze hebt genomen, zeg maar, klaar is. Dit is het, zeg maar, ik ga vanaf nu dingen anders doen. Wat zijn bepaalde dingen die bij jou de switch zijn geweest? Waar we ook net al een beetje door gehad, maar wat zijn de switches geweest en wat doe jij nu anders? Hoe ben je anders? Kijk, ik ben, en misschien dat mensen dat wel weten, en anders bij deze, ik ben al jarenlang ook wel ingezet tegen, voor de organisatie A21, tegen moderne slavernij, zoals dat nog wel eens wordt genoemd, tegen human trafficking en allerlei verschillende dingen die erbij komen kijken, verschillende vormen daarvan. Maar dit was nooit een onderdeel daarvan. Dat vind ik eigenlijk, nu als ik ernaar kijk, echt super raar. En dat is ook iets dat ik van, ja, ik ben jarenlang voor die onderdelen, noem ik het maar even, opgekomen. Maar dit is nooit onderdeel ervan geweest. En ik dacht, ja, dat hoort er niet per se bij. Ik wil het niet doen omdat het erbij hoort. Ik wil het doen omdat ik het zelf ook wil en de waarde daarvan inzie. Maar daarvoor moet ik mezelf wel eerst informeren over een aantal dingen. En dat is de afgelopen periode veelal Amerika geweest, maar ik hoor ook en zie steeds meer over Nederlandse dingen. En daar wil ik ook steeds nog meer verder in duiken, omdat daar is ook heel veel. Wat was nog meer de vraag? Some changes, hoe ben je nu anders? Door me echt wel duidelijk uit te spreken over dingen, met name nu op social media, maar ik wil ook zeker wel, als ik nu op straat of op mijn werk of waar dan ook iets hoor, wil ik niet laten gaan, maar wil ik daar wel mijn best voor doen om daar tegen in te gaan of het gesprek aan te gaan. Ik moet uitkijken dat het geen wel eens niet is of een hele discussie. Nee, precies. Maar andere mensen proberen bewust te maken van, heb je door wat je zegt en wat daarachter zit? En waar het vandaan kan komen. En zo bewustwording. Dat is denk ik een hele belangrijke eerste stap bij mensen. Voordat ze iets hun gedrag kunnen veranderen. Ja. Want dat doe je niet zomaar. Dat moet je eerst bewust van zijn. Ja, ik heb hier, thanks Bart. Ik heb hier een vraag, zeg maar, van iemand die ook aanspreekt op wat je nu zegt. Zeg maar. Een vraag van Michelle. Ik begreep vooral vanuit het gesprek van Christine Kane en Dr. Anita Phillips dat de verandering vooral moet komen in de cultuur, individueel niveau, dagelijks leven. Dus niet alleen maar in wetten, zeg maar. Dus dat er regels en wetten, zeg maar, komen. Na zorgen dat ik mezelf bewust ben, zeg maar, constant mezelf check of onjuist gedrag wat ik zie aanspreek. Wat kan ik als blank iemand in het dagelijks leven doen om hier structurele verandering in te brengen? Dus buiten de acties die er nu zijn. Ik denk dat dat een vraag is, zeg maar, voor iedereen. Ik weet niet of jullie dat daarop willen. Allereerst, ik vind het wel een hele goede over die wet. Een wet verandert je hart niet. Ja. Nee. Dus het kan goed zijn om bepaalde mensen om daar uiteindelijk wel misschien op te wijzen of op daar ook recht te laten vieren. Uh-huh. Maar het is nooit het begin van een veranderd hart. Het begint hier in je hoofd. En dan zakt het naar je hart en dan naar je handen. En dat is denk ik ook een van de redenen waardoor ik afgelopen woensdag was het, op het Malieveld stond. Ik vond het super spannend, want ik voelde me dinsdag. Ik voelde me heel recalcitrant. Ik heb nooit zoiets gedaan op die manier. Maar het was heel goed. Nee, maar dus dat is, Maar vooral ook, ben benieuwd naar de anderen. Ja. Voor mijzelf denk ik persoonlijk, en dan ga ik nu even de spiritual kant, zeg maar, op, denk ik dat het wel begint bij ons als christenen en ook als christenen als in een community.
dat wij ons daar ons voor inzetten en de bewustwording doen. Want wij zijn uiteindelijk geroepen om het licht te zijn van de wereld. We kunnen wel heel erg naar buiten treden en proberen daar een hoop verandering aan te brengen. Maar één, voor de mensen die zeg maar Jesus-followers zijn en zichzelf christenen noemen, denk ik dat daar eerst een bewustwording mag komen en daar een verandering in hart mag komen voordat wij naar buiten willen gaan en daar mensen willen gaan bewust maken van wat er allemaal wel niet speelt. Want die mensen hebben geen relatie met Jezus en wij hebben dat wel. En die verandering moet eerst in onze harten komen en de bewustwording komen. En we moeten eerst onze church community veranderen voordat wij naar buiten kunnen treden en daar het licht kunnen zijn. Okay, voordat ik naar Mitchell ga, even concreet zeg maar, wat zijn concrete acties die zo'n persoon kan nemen? Dus dit is nu specifiek een vraag vanuit iemand die blank is, zeg maar. Okay, I have a change of heart. Afgelopen tijd zeg maar, is er een verandering gekomen in mijn hart, zeg maar ik wil iets doen. Ik wil in gesprek blijven gaan. In gesprek blijven gaan met mensen. Ook als ze dingen bijvoorbeeld niet begrijpen. Ik weet niet of zij zwarte vriendinnen om haar heen heeft. Maar zij kan aan hun vragen, hey, sta je er voor open? Als zij er niet voor open staan, want daar moet je wel fijn gevoelig voor zijn. Niet iedereen zit te wachten op dat jij met hun in gesprek gaat en van alles en nog wat gaat vragen. Want iedereen, zoals Mitchell al eerder aangeeft, heeft best wel traumatische ervaringen en wat dan ook. Dus niet iedereen voelt zich daar vrij in om over te praten. Maar ze zou met mij mogen praten. Ik heb Instagram. Dan kan ze me een DM sturen. Dan kunnen we daar over praten. Ik ben daar best wel open in. En misschien ook wel wat verder in dan andere mensen. Maar ik denk dat het vooral blijft nu. Wat zaak is om dit gewoon een gesprek te blijven houden. En niet te laten indammen dat we over 2 weken, wanneer alle hype om George Floyd heen zelf gezakt is, dat dit ook zakt. Nee, wij moeten nu actie gaan ondernemen en wij moeten dit doorpakken. Ja, Steven Furtig heeft het heel mooi gezegd, before we stand, sometimes we need to sit down. Ja, so true, preach, yes, dat is zeker waar. Dus in gesprek gaan zou elkaar adviseren. En ook met mensen die ook gewoon zij als blanke dame, gewoon met haar eigen mensen daarover in gesprek gaan. Weet je wel, en wat wel belangrijk is, als je in gesprek gaat met mensen, ga met hun in gesprek om te luisteren en niet om hun te overtuigen. Dus als jij met mensen in gesprek gaat die anders daarover denken, zij hebben daar het recht toe. Weet je wel, hoe pijnlijk dat ook is en hoe graag je ook wil dat ze het gaat zien vanuit jouw perspectief, jij kan dat niet voor ze doen. Maar je kan ze inzicht geven, maar respecteer ze dan ook als zij daar toch anders over blijven denken. Dus ook als zij met mensen in gesprek gaat die gewoon wit zijn, en die denken daar heel anders over. Die denken, nou, je bent helemaal goed. Laat ze dat denken, weet je wel. Maar blijf wel gewoon respectvol in de gesprekken die je voert. Ja, en wat ik ook wel heel belangrijk vind, en dat is ook de reden waarom ik me comfortabel voel in dit gesprek, is van dat we ook hebben gezegd van, weet je, het gesprek inderdaad zeker aangaan, maar ook een atmosfeer creëren waarin je foute dingen mag en kan zeggen. Ja. Zonder dat je er gelijk op wordt veroordeeld en wordt buitengesteld, bij wijze van spreken. Ja. Gewoon fouten durven maken van allebei de kanten en gewoon daarover praten van, okay, maar ik zeg nu dit en ik zie dat het pijn doet misschien, maar waarom? Hoe komt dat? Of, ja. Ja. Mitchell? Ik denk dat, dat het heel erg te maken heeft, of dat je het heel erg kan checken met relatietherapie. Hoe zou je bijvoorbeeld tegen je vrouw of je man zeggen dat je ergens last van hebt, van wat diegene doet. Wat ik zelf heel erg heb geleerd is dat je niet zegt van, ja, jij luistert nooit naar mij. Mm-hmm. Of zeg maar, jij bent dit, jij bent lui, jij bent dit. Of jij niet zeggen, jij bent een racist. Nee. Maar hé, wat jij hebt gezegd, dat kan verkeerd worden opgevat. Ja. En door dit en dit en dit. Dat betekent niet dat jij per definitie een racistisch persoon bent. En dat jij een hekel hebt aan zwarte mensen. Maar je doet dingen. En misschien vanuit jouw privilege kan je niet zien dat je daarbij mensen kwetst. Mm. Maar het achterliggende resultaat is wel dat je mensen kwetst. Dus wees daar gewoon voorzichtig in dat je mensen niet gelijk namen gaat noemen van, ja, jij bent een racist. Nee. Want dan ga je gelijk mensen in een verdedigende modus krijgen. Ja. Nee, ik ben geen racist, want ik heb een zwarte buurman. Ik heb een mijn achterneef die kende ooit iemand op
de voetbalvereniging en die had een kleurtje. Dan is het van, ja, ik ben racist, ik vind jou een racist, jij vindt mij geen racist, ik ben geen racist. Dan is het klaar. Dan kan je geen gesprek meer hebben. Dus ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Zeker vind ik het ook heel erg belangrijk inderdaad dat mensen gewoon spiritueel inderdaad wakker worden. Maar ik denk wel dat je ook niet kan onderschatten wat de politiek voor verandering kan brengen. Want als je nu bijvoorbeeld kijkt naar de Tweede Kamer, er is gewoon geen enkele zwarte politicus. Nul. Nee. Er is gewoon geen vertegenwoordiging voor ons. Nee. En, dat is gewoon fout. Dus als je bijvoorbeeld een wit persoon bent en je hebt de afgelopen 8 Tweede Kamerverkiezingen gestemd op een witte man, geef een keer een zwarte vrouw een kans. Zeker denk ik dat gewoon de vrouwelijke energie gewoon met meer empathie absoluut meer een leiderrol mag krijgen. Ja. Het is gewoon uiteindelijk, het is heel logisch. Als je nu bijvoorbeeld kijkt naar dat dat de Tweede Kamer, zonder dat het eigenlijk maar in het nieuws kwam, een wet er doorheen heeft gedraaid wat het moeilijker maakt om politiemannen te vervolgen wanneer ze excessief geweld hebben gebruikt. Dat heeft toch ook echt te maken omdat er geen mensen in de Tweede Kamer zitten die ons vertegenwoordigen. Dus ik denk dat je zeker dat jouw stem, niet alleen stem tegen die je gebruikt, letterlijk, maar ook je stem in het stemhokje, dat je die ook echt intentioneel moet gebruiken. Ja. Ik denk dat het sowieso, zeg maar, naast politiek, gewoon op alle gebieden, zeg maar, in de maatschappij, op alle hoge posities van invloed, zeg maar, mogen, dat er meer mensen van kleur, zeg maar, mogen zijn die dan de hele community dan representeert. Jullie hebben net even ook wat tips gegeven, maar ik heb hier de vraag specifiek van Hanna om, wat ik moeilijk vind, Hanna zegt dan, wat ik moeilijk vind is mensen aanspreken op racisme zonder ze een schuldgevoel te geven. Want schuldgevoel is vaak ook geen, de zaakjes, goede motivator. Hebben jullie tips? Weet je wat het is? Het hangt er natuurlijk ook van af wie je wilt aanspreken. Kijk, heb jij een relatie met iemand? En dat zeggen we eigenlijk altijd al. Je kan pas iemand er... Je moet een relatie met iemand bouwen. Wil je iemand corrigeren? En ik denk dat met dit ook zo is. Ik denk niet dat jij zomaar... ik kan niet zomaar als ik mensen hier wat hoor roepen, dan daar ook tegen gaan schreeuwen van, dat kan niet. Ik ga dan een situatie voor mezelf creëren wat... waarschijnlijk niet veilig zal zijn. Dus ik denk dat het er ook aan ligt wie je waarop wilt aanspreken. En natuurlijk, je bent gewoon wakker en je bent je ervan bewust. En soms kan het dan misschien wel lijken als van, ik schaam me ervoor of ik hou mijn mond. Maar soms is het wel wijs om je mond te houden, omdat je kent die persoon niet en je weet dan niet wat je eigenlijk allemaal teweeg krijgt en of je daar dan... zin in hebt. Maar dat is mijn mening. Ik denk dat de heren daar ook wel tips over hebben. Bart? Ik ben natuurlijk ook over nadenken van, ja, wat als inderdaad in het echte, of in het, ja, in real life, zeg maar, ik iets hoor en ik wil er nu wat van gaan zeggen. Hangt inderdaad, denk ik, af van de situatie en met welke toon het wordt gezegd en hoe je daarop zou kunnen reageren. En vanuit bewustwording denk ik altijd een vraag stellen van, hey, heb je door wat je zegt? Mm. Of, je zei net dit, maar weet je dat, of dat dit of dit zo achterliggende gedachte kan zijn? Of ben je er bewust van zus of zo? Ik denk met een vraag beginnen, is dat denk ik al kan een goede gespreksopener zijn. Mm. En aan de hand daarvan kun je wat specifieker gaan worden. Denk ik. En dat het een goede manier kan zijn. Ja. Goeie. Had jij nog toevoeging, Mitchell? Ja, ik denk dat je ook gewoon heel veel geduld moet hebben voor mensen. En het is soms een beetje nu... Het is nu een beetje soms frustrerend voor mij als ik opeens allerlei mensen woke zie worden. Dat ik denk van... Nu pas... Letterlijk nu pas, ja, na zes jaar lang, dat mensen
werden opgepakt bij demonstraties tegen bijvoorbeeld Zwarte Piet. Nu pas erkent Mark Rutte van, hey, ik begrijp de pijn. En dat vind ik soms lastig, maar je moet toch wel echt geduld hebben voor dit soort dingen. Want ja. Je kan de wereld niet binnen 1 week veranderen. Deze demonstraties waren prachtig, maar je moet inderdaad heel erg oppassen dat je over een paar weken niet gewoon weer doorgaat Klopt. Naar de volgende hype. Dat we dan weer doorgaan naar TikTok en dat, dat er dan weer iets anders is om over te praten. Ja. Dus heb gewoon geduld en blijf dingen gewoon benadrukken. Blijf gewoon dapper in wat je zegt. Je weet dat je aan de goede kant staat. Je weet dat je aan de kant van God staat. Dus dat hij je ook gewoon steunt en dat de Heilige Geest door jou praat. Dus er is geen reden om te stoppen met jouw gevecht tegen racisme. Nee. Ik heb hier nog een vraag van Escobar. Wat er nu gebeurt op de wereld, zien jullie dat als een revolutie? En is daar George Floyd de spark voor geweest? Hè? Bart! Wow. Eigenlijk af te wachten op jullie, maar een revolutie. Het is wel sinds jaren en weer heel groot opgeleid. Dus in die zin... kan ik me niet voorstellen dat het geen verandering teweeg brengt. Op wat voor manier dan ook. We hopen natuurlijk, en ik hoop heel erg, dat het op een hele grote verandering, een blijvende verandering gaat voor zorgen. Maar het is inderdaad meer voor nodig dan deze nu paar weken die er spelen. Ik hoop dat het aan de andere kant nog even ook wel een hype blijft, totdat er de verandering er echt is. Dat de protesten blijven, de peaceful protest. Mm-hmm. En de gesprekken met name natuurlijk ook. Het begint in de huizen. Jij postte daar iets over, Rissandro. Het moet in het huis starten, in het gezin, in de gezinssamenstelling, voordat het je hart kan veranderen en dan naar buiten toe, zeg maar. Ik denk het is een goed teken van een revolutie. Ik denk dat we pas echt van een goede revolutie kunnen spreken als de resultaten er ook zijn. Ja. Revolutie betekent verandering, een omkeer. En dat moeten we nog even gaan zien. Maar dat, Nog iemand? Ja, nou ja, ik kijk naar revolutie natuurlijk vanuit historisch perspectief. Heel goed. Ik zou dan bijvoorbeeld eventjes kunnen wijzen op 30 mei, wat voor mij een hele belangrijke gebeurtenis is. 30 mei, dus 30 mei 1969. Was een, het begon bij een staking in de Shell-raffinaderij in Willemstad, Curaçao. Maar uiteindelijk werd het één groot protest tegen de koloniale orde op Curaçao, die voor ontzettend veel ongelijkheid tussen zwart en wit zorgde. En dat was zeker een revolutie, want wat daarvoor heeft gezorgd is namelijk dat de eerste zwarte gouverneur werd aangesteld. En dat er echt een hele golf Black is beautiful. Echt zeg maar een nieuwe liefde voor Afro-Curaçaose cultuur is gekomen. Dus zeker een revolutionaire gebeurtenis. Maar wat is er ook in 30 mei gebeurd? Het centrum van Willemstad is platgebrand. Dus als je het hebt over een revolutie, als je kijkt naar de beelden die je in Amerika ziet, dan kan je die echt één op één met elkaar leggen. Een revolutie is helaas, als je het op historisch perspectief kijkt, niet altijd met een kopje thee en een ferme handdruk. Maar helaas, door hoe de wereld nu in elkaar zit, gaat dat ook vaak over mensenlevens. Dus ik hoop dat wij nu... ook gewoon verandering kunnen brengen op een manier in gesprek, op een manier van hervorming, dat systemen gewoon eindelijk kunnen werken voor iedereen. En dat daar niet om moet worden gevochten. Ja. Cool. Hey guys, we gaan richting het einde. We zitten nu bijna tegen 50 minuten aan. Maar voordat we eindigen, is er één ding waar ik denk dat we met z'n allen ook eens over zijn. Ik heb hier een quote van een TD Shake, zeg maar, die tussen van een gesprek die Dancy naar me heeft doorgestuurd. Mensen, als jullie
dingen willen zien, video's. Of Dancy. Check Dancy Okay. Via, her. Via, ja, via. Als je Facebook, Insta, plug, Instagram, plug yourself, sorry. Come on. En ja, Mitch heeft ook een lijst van recommendations gedaan, zeg maar, online. Via zijn Facebook en Bart heeft ook vast dingen die hij heeft gezien en gelezen, zeg maar. Dus ik zou zeggen, benader een van deze mensen, zeg maar, voor tips of mij. Of we gaan ook ergens een linkje sturen, zeg maar, waar je allemaal goede documentaires en alles erop en eraan, zeg maar, kan vinden. Dus ik denk dat het goed is om to educate ourselves en ons blijven, zeg maar, blijven lezen, blijven kijken, blijven luisteren. Ja, ook gewoon van alle kanten, zeg maar. Dus niet alleen eenzijdig, maar gewoon luisteren alle geluiden. En ja, die quote van T.D. Jakes zegt eigenlijk van, when reasonable people grow silent, unreasonable people take over. Dus het is zeer belangrijk, zeg maar, dat we sowieso... we speak up, laat je voice, laat je stem horen. Sowieso als een black person, maar ook zeg maar onze white brothers, als ik het zo mag noemen, Bart en ja, en sisters, sorry Dancy. Om iets heel goed steun te zijn aan elkaar, maar ook zeg maar vanuit een plek van inspiratie, dat we elkaar mogen helpen vooruit bewegen in deze tijd. En dat we samen zeg maar, iets moois kunnen creëren. Een mooie toekomst voor onze kinderen en de kinderen van onze kinderen. Dus ik wil jullie sowieso bedanken, zeg maar, voor jullie tijd voor vandaag. Maar voordat we gaan, zeg maar, wil ik jullie ook de mogelijkheid geven om een laatste bemoediging, een laatste tip mee te geven. En misschien ook even een vraag beantwoorden, Dancy of Mitchell. Dat doen we ook tussendoor. Iemand vraagt hiervoor tips how to react on racist comments. From people that are close to you, or from random people, from a random person. Want ik weet dat ik soms heel agressief kan reageren, but that is not what I want. Dus als je daar ook iets zo'n tip kan meegeven en je laatste woord. De tip die ik kan meegeven is, als je nog zo emotioneel bent, ga niet reageren. Want vaak als wij emoties gaan reageren, dan reageren we verkeerd. Ik weet daar alles van. Dus je kan soms beter gewoon wachten. En dan er later op terugkomen. Zodat jij voor jezelf het ook gezakt hebt. En dan daarop kan reageren. Ik denk niet dat het handig is om uit emotie te reageren. Omdat vooral als mensen dichtbij je staan. Je wilt niet die relatie kapot maken. Ik denk dat die relatie wel belangrijk is. Ja, zeker. Nice. Bart? Ja, allereerst wil ik gewoon echt zeggen dat ik echt vereerd ben dat ik hierbij mocht zijn met dit gesprek. En van jullie ook weer mag horen tips en tricks en allerlei jullie verhalen. Ik quote weer iemand, ik heb het allemaal niet zelf bedacht. Ik weet even niet meer wie het was, maar die zegt altijd over de eenheid van God. Weet je, Gods natuur is eenheid. En daarom kan hij ook alleen maar zegenen daar waar eenheid is. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarom naast elkaar staan, gezamenlijk. In details misschien zullen we misschien verschillen, maar gezamenlijk rondom het overkoepelende doel om racisme uit te roeien. En, en ik wil eigenlijk mijn ze zijn niet van mij, maar mijn mede-witte mensen uitdagen om ook in je vriendengroep te kijken. Is die alleen maar wit, dan klopt er iets niet. Zeker niet als je in een stad woont. Dus, kijk eens eventjes rond. Als er op je... en ik quote weer iemand. Als er op je verjaardag alleen maar witte mensen zijn... Je nodigt op je verjaardag vaak alleen maar mensen uit die dichtbij je staan. Dus alleen maar witte mensen zijn. Ja. Have another thought. That's a good one. Dat geldt ook voor mij trouwens. Ik zeg dat ook tegen mezelf. Ik was altijd uitgenodigd naar je verjaardagen, dus je doet het wel hard. Hey, Mitchell, ze vragen ook, zeg maar, wanneer ga jij je online geschiedenis geven over dit onderwerp? Dus dat is een vraag van jouw kant. Let's go. Maar, jouw dat laatste woorden over vanavond. Even kijken, ik heb er enige ervaring met... racist opmerkingen tijdens in mijn lessen, op mijn stages. En dan heb ik het bijvoorbeeld over Holocaust ontkenning.
ik heb een les gegeven over de Holocaust en daar liet ik allemaal best wel pijnlijke foto's zien. En toen ging er opeens een jochie allerlei hele gekke dingen zeggen en allerlei vragen stellen om het allemaal in twijfel te brengen. En wat je het beste, denk ik, kan doen, is vragen waarvan hij die informatie heeft. Van, hé, waarom denk jij dit? Waarom zeg je dat op deze manier? Heb je wel eens nagedacht over dit? Heb je nou wel eens nagedacht over dit? En door vragen te stellen, op de Socrates-manier, kan je diegene op een andere manier van denken brengen. En niet met de wijzende vinger. Ook al wil ik dat ook zo graag, want het bloed kookt soms ook echt. Maar zeker als leraar moet je echt geduldig zijn voor de jongeren. En door vragen te stellen, gaan ze zichzelf ook afvragen van, hey, wat ik zeg, kan dat echt? Ja. Ja. En die geschiedenisles online gaat zeker komen. Ja. Ik wil nog wel wat met wat afsluiten, want ik heb net alleen een tip gegeven. Ik wil even twee dingen voorlezen snel, waarvan ik dacht, oké, dat is wel mooi om mee af te sluiten. Het komt uit een prayerboek wat ik lees. May I have the eyes to see this as a good world in need of restoration, rather than a bad world and an obstacle to my personal peace and rest. Wow. Before I see someone as a problem, may I see him or her as a human being. Dus daar wil ik mee afsluiten. Mooi. Preach it. Mic drop. Nice. Yeah, I appreciate you guys. Thank you very much for your time. Dankjewel dat jullie je avond hebben opgeofferd, zeg maar, om over dit zeer belangrijk onderwerp te praten. Ik denk dat de mensen die ook hebben meegekeken, zeg maar, ook het heel waardevol hebben ervaren. Dat ik zie daar hier en daar in de comments. Dus, mag ik je even onderbreken dat het geen offer was, maar ik denk dat we het mogen zien als een investering in de verandering? Yes. En vaker doen. Vaker doen. Gaan we zeker doen. Thank you guys. Fijne avond. Graag gedaan. En ook aan jullie en iedereen thuis. Het is everyone against racism. So, yes, amen. Thanks, Bridge. Bless you guys. You're awesome. Ciao. Bye, guys. Ciao.